In deze aflevering 111 zijn we op bezoek bij Plato Wood. Hier maken ze van niet duurzame houtsoorten zoals furen en frakkee met slechts water en hitte hele duurzame houtsoorten. En hoe dat precies gaat, dat krijgen we vandaag te zien. Dit is de eerste stap. Hier wordt het ruwe hout tot 15% teruggedroogd. Zoals gezegd, hier bij Plato Wood wordt het hout in 5 stappen hydrothermisch gemodificeerd. En waarvoor staat nou het hydro? Dat is als volgt. Hier in deze ketel wordt het hout eerst gekookt, zoals ik dat even in simpele taal noem. Hierin wordt het schimmel en harst verwijderd. En dit proces zorgt ervoor dat in het volgende proces, het bakken, wat we straks zien, dat het onder minder hogere temperaturen noodzakelijk is. En daardoor heeft u als eindklant weer minder kans op scheuren. Uniek hier bij Plato Wood is dat de restwarmte van de energiecentrale van de buurman wordt gebruikt. En dat maakt het hier tot een heel duurzaam proces. Let even goed op. De ketelbehandeling hier is niet te vergelijken met keteldruk groen impregneren. Groen impregneren is een heel ander proces waarin chemische middelen worden gebruikt. Hierin wordt onder stoomdruk slechts water en hitte gebruikt. Het hout komt nu uit deze zogenaamde autoclaaf en gaat nu richting stap 3. We zijn nu in stap 3 van het proces. Hier wordt het hout teruggedroogd tot ongeveer een vochtpercentage van 8 à 9%. En dit duurt een paar dagen lang. We gaan nu richting het curingproces. Wat dat inhoudt, ga je hier zien. Hier achter mij zie je dat het hout nu in de zogenaamde bak overgaat. En daarin wordt het hout echt verduurzaamd en wordt de molecuul van het hout onomkeerbaar omgezet. Hier achter mij wordt het hout nu gebakken, zoals ze dat hier noemen, ook wel het curingproces genoemd. En daarna wordt er aan het hout nog 4 tot 6% vocht toegevoegd. En dit zorgt ervoor dat het daarna weer makkelijker te schaven is. Het proces van hydrothermisch modificeren hebben we nu achter de rug. En we staan hier nu in de schaverij, er is heel veel lawaai. En hier gaat het ruwe hout, in dit voorbeeld frakkee, wordt het geschaafd. Naar in dit geval een halfhouse profiel. Maar er zijn binnen het schaven heel veel profielen mogelijk. En die laten we hier nu ook zien. Zoals gezegd, er zijn heel veel mogelijkheden qua profielen. Ik heb hier enkele populaire profielen in mijn handen. Dit voorbeeld is een hydrothermisch gemodificeerd vurenprofiel. Rondom glad geschaafd. Heel populair voor een open gevelbekleding. Voor iemand die iets bijzonders wil, zijn deze zogenaamde triple profielen, ook wel blokprofiel genoemd. Dit voorbeeld is van hydrothermisch frakkeehout. En ook heel populair zijn deze profielen in de zogenaamde channel siding voor verticale montage. Maar er is nog veel meer mogelijk. Denk aan rhombusprofielen, halfhouts en boards en battens. Nog even de voordelen van hydrothermisch gemodificeerd hout op een rij. Ten eerste, het is een heel milieuverantwoord proces. En ook nog eens in ons eigen land, hier in Arnhem, gemaakt. Daarnaast, het is zeer vormvast. De uitzetting en krimp is gewoon minimaal en dat is een groot voordeel, zeker als je het hout op de gevel monteert. Ook is het hout licht van gewicht en is het zeer duurzaam. Het heeft zelfs de eigenschappen van hardhout. En ook de prijs is een stuk aantrekkelijker dan bijvoorbeeld red cederhout. Wil je zien hoe je hydrothermisch vuurhout toepast in de praktijk? Bekijk dan aflevering 101 van Gadero TV. Daarin maak ik van deze houtsoort een schutting. En volg ook ons kanaal, want binnenkort gaan we ook aan de slag met frakkeehout. En wil je nog eens terugkijken welke materialen allemaal voorbij kwamen in deze aflevering 111 van Gadero TV? Ga dan naar gadero.nl/tv en klik op aflevering 111.